We zijn hier toch met meer mensen dan ik had verwacht. We zijn hier nu na meerdere acties. Acties die nog altijd hard nodig zijn. Want nog steeds liggen hier kernwapens. Klaar voor gebruik. 50 jaar geleden was Volkel de eerste plek in Nederland waar kernwapens lagen. En nu is het de laatste plek in Nederland waar ze nog steeds liggen. 20 atoombommen liggen hier, zoals Diana al zei. Die samen een explosie kunnen veroorzaken die 280 keer zwaarder is dan die op Hiroshima. 65 jaar later hebben de bevolking in die stad nog steeds te lijden van die explosie, die atoomexplosie. En we weten dat actie absoluut nodig is om die kernwapens hier weg te krijgen. Wij verwachten van de regering dat ze in actie komt voor een kernwapenvrije wereld. En als de regering dat niet doet, dan doen we dat zelf. Daar hebben we het volste recht toe. Het is zelfs onze plicht. Kernwapens zijn de meest vernietigende wapens ter wereld. Kernwapens vormt ook het sluitstuk van de strategie van de NAVO, het gebruik daarvan. Een strategie die vooral gericht is op het beschermen van de belangen van het kapitalistische Westen. Door middel van oorlog en dreigen met geweld worden de rijkdom en de macht van de kleine elite in stand gehouden en zelfs uitgebreid. Rijkdom en macht die ten koste gaan van mensen in de rest van de wereld. Ten koste van andere levende wezens en van het milieu. Maar nog liever dan die rijkdom en macht op te geven, vernietigen we daarvoor de hele wereld. Wat ons betreft komt er niet alleen een eind aan de kernwapens, maar ook een eind aan de hele NAVO. Wij willen een wereld zonder militarisme. Waarin mensen in vrijheid en gelijkwaardigheid samen kunnen leven en zo min mogelijk macht over elkaar kunnen uitoefenen. Een wereld waar conflicten op een geweldloze manier opgelost of beheerst worden. De medemenselijkheid, de moraliteit en het recht staan aan onze zijde. Ja. Dan lukt het niet zo makkelijk meer. Waarom blijft u volharden? Waarom ik blijf volharden? Ja. Nou ja, als de andere kant ook volhardt, blijven we heel volharden. Er zit niks anders op, hè? Ja. Kijk, we kunnen natuurlijk niet accepteren dat die dingen hier blijven. Ja. Dus, en aangezien ze waarschijnlijk toch bij de komende ronde niet meegenomen zullen worden, dus zo kan het wel ingeschat worden, zullen we toch ons best moeten blijven doen om te zorgen dat ze verdwijnen. Ja. U voert deze strijd al volgens mij meer dan 15 jaar. Nou, er zijn mensen die langer bezig zijn, maar ik ben ook al, ja 15 jaar zeker. Ja. Maar er zijn natuurlijk al mensen die sinds de Tweede Wereldoorlog bezig zijn. Hè? Dus dat is een goede zaak.
En ik vind het ook geslaagd omdat de sfeer prima is. Ja. Ik vind dat fijn om te zien. Dus prettig. Ja. Goede actie, goede sfeer. Ik moet alleen nog eens een plek zien te vinden waar we straks echt in kunnen komen. Dus we blijven even zoeken. Er zitten gemene stekels daarbovenop, die zie je niet. Op dat hek, als je er zo tegenaan kijkt. Maar ik ga daar mijn gezondheid niet verder aan wagen. Dus ik zoek wel een comfortabele plek op straks. Gelukkig zijn er altijd die niet zwijgen. En alleen die zijn zelfs gevangen vrij! Ik denk dat hierdoor veel publiciteit komt en daardoor waarschijnlijk mensen aan het denken zet dat je er zoveel over hebt. En zeker ook jonge lui, hè? Vroeger was het een actie van ons ouderen, maar nu echt van jongeren. En dat daardoor hoop je gewoon dat er weer gesprekken komen van overhand wat hier nou al jaren ligt en waar beloftes over zijn gedaan, maar verder geen actie is ondernomen om die kernwapens weg te halen. En het wat ik het meest beschamende hier vind, bij de eerste jonge man die hier overging, hè, die was heel vredelievend, dat er niet één militair kwam en gewoon meenam. Hè, maar gelijk met honden en een heleboel. Ja, vind ik beschamend hoor. Het begint bij jezelf. En dan kun je daarmee verder met anderen. Want alleen ben je maar alleen, hè. Moeten we het elkaar doen. Het nieuws bericht zodat die stieren zijn in de laag. En van jullie zeker. De Nederlandse staat en de rechtsorde verziekt zijn en misdadig zijn. Nou, omdat ze kernwapens hier toestaan en weigeren toe te geven dat ze hier liggen. Dat is verboden. We hebben tegenwoordig schone kernwapens hier. Maar uiteindelijk willen wij toch mee kapitalisten van de NAVO. Hè? Wij zorgen ervoor dat de belangen van de Shell zo zeker aangesteld worden. Ja, dan zeggen we tegen Irak van, hey, jullie hebben kernwapens. Anders helemaal niet, dat wisten wij wel. Ja, maar we wilden die Shell-deal in Irak wilden we wel even regelen. Want ik weet niet of Saddam zomaar die olie aan de Shell had gegeven. Ja, dus Saddam moest weg, ja. Anders had Saddam gezegd, hey, die olie is van Irak, is niet van de Shell. Ja, dat zou heel makkelijk zijn om dat te zeggen. Ik heb nu zelf kinderen, dus ik kan zeggen voor mijn kinderen. Maar ik denk voor alle kinderen natuurlijk in de hele wereld. En toen ik geen kinderen had, was ik hier ook heel actief. En de kans dat je. Ja, ik denk gewoon voor alle kinderen en mensen in de hele wereld. Die is veel kleiner dan de kans dat je. Planten en dieren en natuur. Een directe actie en demonstratie kan versterken. En daarom is het ook ontzettend goed dat jullie hier. Ik weet dat mijn actie heel veel mensen heeft geïnspireerd en gemobiliseerd ook. En. Ja, dat er zeker wel dingen in gang worden gezet. Maar ik zou niet zeggen van het is belangrijker als we gaan demonstreren. Kijk, ieder mens moet doen wat hij kan en wat hij wil, waar hij goed in is. Voor mij was het op dat moment een goede actie om op boven op die bunker te gaan staan en die schotels daar vanaf te slaan. Voor iemand anders is het goed genoeg om te gaan demonstreren of te blokkeren. Schrijven hun potloden. Een brief te schrijven of hun bajonet. Een spandoek aan je huis. Op balans van terreur. Dit zijn allemaal belangrijke wegen dingen. Lijken. We passen voor wie? Houd die maar over. Ja? Kom maar, geef maar een leven. When you kick us out of our houses and you kick us off the fences, you beat us down in the name of democracy.
The anarchists are all terrorists and the hippies are all dreamers. But you need your big gun to compensate your tiny wiener.